Bij Stad Brugge werken wij met 1600 medewerkers, waarvan ongeveer 600 blue collars. Dat zijn schoonmaakcollega's, collega's die de straten onderhouden, de bomen. En eigenlijk die 600 medewerkers konden wij digitaal heel moeilijk bereiken. Met corona zagen we ook dat net die collega's dat belangrijk was, dat we ze heel als eerste informeerden. En daarom hebben wij eigenlijk al onze medewerkers, die 600, een e-mailadres gegeven van Stad Brugge. We hebben dus al die medewerkers een Stad Brugge e-mailadres gegeven. Maar dat is een heel grote stap, dus we hebben dat niet zomaar gedaan. We hebben daarvoor ook samengewerkt met een externe partner, LIGO, die gespecialiseerd is in het geven van basiseducatie. En op die manier hebben we heel veel opleidingen georganiseerd voor iedereen. Wij blijven onze collega's stimuleren om te blijven gebruik maken van die digitale vaardigheden. En mochten deze wat minder gaan, dan kunnen ze altijd bij ons terecht met hun problemen. Ondertussen zien we dat 95% van die medewerkers dat we ze digitaal kunnen bereiken. Wat heel mooi is, zorgt ervoor dat we ze nog beter kunnen informeren, betrekken bij de organisatie. Geen doordrukbriefjes meer voor hen. Wat het mooiste aan Hans dat verhaal is, dat we die digitale kwetsbare collega's echt mee op die digitale boot hebben. Veel gemeenten en steden zetten in op dat inclusie, maar het loont ook echt de moeite om eens binnen je eigen muurtje te kijken. Echt waar, laat niemand achter in het digitale verhaal. Stad Brugge, iedereen aan Brugge, we laten niemand achter.